Yo, mijn naam is Jesper van 10 en dit zijn de 10 meest lugubere verlaten pretparken. Nummer 10, Okpoland. Het in Zuid-Korea gelegen Okpoland is berucht vanwege een attractie met een eendenthema waarbij al zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Het park werd vervolgens om mysterieuze redenen gesloten in mei 1999. Het eerste sterfgeval vond plaats op een noodlottige dag vroeg in de jaren 90, toen de eendentrein plots loskwam van de rails en ter aarde vloog. Waardoor een klein meisje stierf en verscheidene mensen zwaar gewond raakten. De eigenaar van het park wimpelde het ongeluk af en gaf het publiek geen verklaring hoe of waarom het ongeluk kon gebeuren. Echter vond 9 jaar later een soortgelijk ongeval plaats met dezelfde eendentrein. Weer kwam de trein los van de rails. Hierdoor vielen meerdere mensen op de grond en raakten zwaar gewond. 1 meisje overleefde de val niet. Na het ongeluk sloot de eigenaar van het park Okpoland en verdween hij. Nu, 14 jaar nadat het park is gesloten, staat de eendentrein nog steeds in dezelfde omgekeerde positie als toen. Als een griezelige herinnering aan de noodlottige ongevallen die daar hebben plaatsgevonden. Nummer 9. Gulliver's Kingdom. Je hoeft geen genie te zijn om te weten dat je locatie alles is. Waarschijnlijk was het dan ook geen goed idee om een themapark te bouwen naast de populaire plek in Japan om zelfmoord te plegen. Namelijk het Aokigahara-bos. Het Japanse themapark was gebaseerd op het 18e eeuwse boek De Reizen van Gulliver. Het werd in 2001 gesloten en achtergelaten, al 4 jaar nadat het geopend was. Veel mensen denken dat waarschijnlijk het Aokigahara-bos, waar gemiddeld 200 mensen per jaar zichzelf van het leven beroven, de oorzaak van het slinkende aantal bezoekers is geweest. Volgens een Japanse legende wemelt het dichte bos van geesten en demonen, dus het zal geen verrassing zijn dat bezoekers het themapark vermijden. Momenteel is het park leeg en overwoekerd, maar het spookachtige middelpunt, een 44 meter lang beeld van Gulliver die aan de grond is gebonden door dwergen, blijft bestaan. Nummer 8. Pripyat Amusement Park. Slechts 5 dagen voor de officiële opening van het Pripyat Amusement Park, dat werd gebouwd voor de werknemers en de kerncentrale in Tsjernobyl, werd het kleine Oekraïense dorp getroffen door een ramp. Op 26 april 1986 vond een catastrofale kernramp plaats in de fabriek, die zich slechts op een paar kilometer afstand van het pretpark bevond. Er stierven 31 mensen en enorme hoeveelheden schadelijke radioactieve deeltjes kwamen in de atmosfeer terecht. Bij de strijd tegen verdere besmetting en een grotere ramp waren 500.000 arbeiders betrokken die werden blootgesteld aan kankerverwekkende straling. Meerdere bronnen berichten dat het park een dag na de explosie voor een korte tijd werd geopend voordat werd aangekondigd dat het dorp werd geëvacueerd. Bijna niemand is ooit naar Pripyat teruggekeerd. Behalve een paar wetenschappers, journalisten en een paar gekke ontdekkingsreizigers. In elk geval, het verlaten pretpark staat nu symbool voor de ramp in Tsjernobyl. Nummer 7. Dadi Park. Ooit was Dadi Park de voornaamste attractie van het pittoreske dorpje Darizele in België. Het park werd in 2002 gedwongen zijn deuren te sluiten nadat een ijzingwekkend ongeval had plaatsgevonden in een waterattractie, waarbij de arm van een jongetje eraf werd gerukt. De parkeigenaar Gaston de Weer werd niet voor het ongeluk berispt en mensen begonnen te klagen over de veiligheid, waardoor de bezoekersaantallen snel daalden. Het park was stil, op een paar graffiti-artiesten na die enge clowns op de muren spoten en de roestende attracties ontweken. De sloop van het park begon in 2012. Sommige elementen van het park staan nu nog steeds, inclusief de favoriete attractie van de bezoekers, namelijk de grote blauw-gele waterglijbaan. Nummer 6. Holy Land. Dit bizarre themapark, wat op een aantal passages in de Bijbel werd gebaseerd, trok jaarlijks zo'n 40.000 mensen in de jaren 60 en 70. In 1986 werd het park in Connecticut gesloten nadat de man die het park in zijn eentje had opgebouwd, John Craco, op 90-jarige leeftijd een natuurlijke dood stierf. Holy Land, oftewel het Heilige Land, werd overgedragen aan een paar nonnen die het park sloten voor het publiek. Na verloop van tijd begonnen de bouwwerken in verval te raken, waaronder ook een standbeeld van Jezus, dat op een of andere manier het hoofd verloor. In 2010 kwam het Heilige Land op de voorpagina's van de kranten toen een tiener op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. En dat versterkte het angstaanjagende karakter van het park. 3 jaar later kocht Neil O'Leary, de burgemeester van Waterbury, de rariteit. Hij betaalde de nonnen $350.000 en vreemd genoeg worden er nu discussies gevoerd om het park te heropenen. Op nummer 5, Taman Festival. Het themapark Taman Festival was slechts 3 jaar geopend, maar het schrikt de Balinese bevolking nu zo erg af dat ze er niet meer bij in de buurt durven te komen. Volgens een stadslegende wordt de spookstad bewoond door griezelige geesten, dus het is geen verrassing dat niemand daar graag heen gaat om de ruïnes te bekijken. In het midden van het park liggen nog de resten van een krokodillenkuil. Het gerucht gaat dat toen het park verlaten werd, de parkeigenaars de krokodillen daar hebben gelaten en dat ze zichzelf toen moesten voeden met nieuwsgierige voorbijgangers.
Ondanks dat het park nu verlaat is, staat er nog een kleine heiligdom bekleed met kleden met daarop verse wierook. Maar wie zet de wierook daar nu neer, nu er niemand meer het park durft te bezoeken? Dat blijft een raadsel. Nummer 4, Jazzland. Het is meer dan 10 jaar geleden sinds orkaan Katrina New Orleans heeft geteisterd. Maar één plek herinnert nog steeds aan de verwoestingen van de stad door de storm. En dat is Jazzland. Kwam het pretpark van meer dan 56 hectare volledig onder water te staan. Het park bleef meer dan een maand onder 2 meter overstromingswater staan, waardoor de attracties begonnen te roesten. Uithangborden los gingen laten en clownspoppen werden onthoofd. In Jazzland is nu 24 uur per dag beveiliging aanwezig en binnentreders worden vervolgd. Het biedt wel een thuis voor een aantal nieuwe bezoekers, 3,6 meter lange krokodillen die vanwege de overstroming het park in kwamen. Dus als je van plan bent om illegaal het verlaten park in te gaan, pas op voor de krokodillen. Nummer 3. Dogpatch. Toen Dogpatch in 1968 zijn deuren opende, was het een groot succes. Mensen van over heel Arkansas kwamen samen om een leuk dagje uit te hebben in een amusementspark. Echter, toen investeerders het succes wilden verdubbelen door een tweede park op te richten, Marble Falls, mislukte dat. Waardoor beide parken hun deuren moesten sluiten in 1993. 9 jaar later werd Dogpatch op eBay aangeboden voor $9 miljoen. Maar er werd door niemand geboden. In 2005 reed een tiener door het verlaten park heen en kwam in botsing met een metalen draad die tussen 2 bomen was gespannen, waardoor hij bijna onthoofd werd. De tiener won de rechtszaak tegen de parkeigenaren en toen zij de schadevergoeding niet konden betalen, kreeg hij de eigendom over Dogpatch. Hoewel de plek momenteel al 23 jaar verlaten is, gaan er momenteel geruchten rond dat het park heropend zal worden. En dan op nummer 2, Lake Shawnee Amusementspark. Verlaten pretparken zijn op zichzelf al eng genoeg, maar deze is ook nog eens vervloekt. De geschiedenis van Lake Shawnee gaat helemaal terug naar 1783, toen de gewelddadige grondoorlog uitbrak nadat de Europese boer Mitchell Clay het land van de Indianen in Amerika wilde koloniseren. De groep Indianen hebben toen naar verluid zijn 3 kinderen vermoord om hen een lesje te leren. Als wraak vermoordde Clay toen al zijn tegenstanders en is hij vervolgens een boerderij begonnen. Even later, in de jaren 20 van de 20ste eeuw, kocht Conley T. Snido het terrein van de boerderij van Clay en veranderde het in een amusementspark. Maar dood en verderf waren nog steeds voelbaar op een vervloekt stuk land. Een klein meisje kwam te overlijden toen ze in een zweefmolen zat. Ze stierf nadat een vrachtwagen achteruit reed in het pad waar de zweefmolen stond. Een ander kind verdronk in de zwemvijver van het park. In totaal zijn er in het park al 6 sterfgevallen geweest. En het werd in 1966 gesloten en verlaten. En dan op nummer 1, River Country. Toen River Country in 1976 opende, was het het eerste waterpark van Walt Disney World. De zaken liepen goed, tot in 1980 een 11-jarig jongetje stierf nadat hij een zeldzame hersenetende amoebe had binnengekregen. Toen hij in het meer van het park aan het zwemmen was. Bezoekers waren woedend toen Disney niet erg bezorgd reageerde op het sterfgeval en het park gewoon openliet nadat het jongetje dood was gegaan. Dat niet alleen, het pretpark bleef zelfs nog 21 jaar open. In die tijd zijn er 5 incidenten geweest in River Country. 3 jongetjes zijn verdronken, 1 jongetje werd opgegeten door een alligator en een vrouw van 33 viel flauw toen ze wegliep van het ritje Waterflume. Uiteindelijk heeft de combinatie van deze gebeurtenissen ervoor gezorgd dat de bezoekersaantallen rap daalden. De deuren sloten op 1 september 2001 en werd toen achtergelaten. Wil jij nou weten wat de 10 meest bijzondere pretparken van de wereld zijn? Klik dan even op deze video. Het linkje staat ook in de videobeschrijving en rechtsboven in de infokaart. Abonneer op 10, want we hebben elke week 2 top 10 lijstjes. Oké, ik zie je de volgende keer. Tot ziens!